Als je uit Meuren richting de sportplaats rijdt, ligt aan de rechterkant in het veld een ronde bebossing. En zomaar in het niets, maar eigenlijk ligt die daar niet zomaar in het niets. Hierin is de verlaten waterput verstopt. En die ga ik jullie zo laten zien. Hier in de bebossing is een soort geul. En hierin ligt de verlaten waterput. Hier zie je een stukje. En hier is de put afgedekt, maar je ziet nog wel een gat. Heel diep. Wat nou zo bijzonder is aan dit plekje, is dat hier de in- en uitgang was naar onze geheime gang. Tot nu toe heb ik hem nog niet kunnen vinden, maar altijd als ik hier ben, ga ik op zoek. Wie weet, vind ik hem ooit nog eens.